Een enorm felle brand verwoestte op 20 september 1993 het filiaal van de supermarktketen Jacques Hermans in Sas van Gent. Om 14:45 in de middag werd het korps Sas van Gent gealarmeerd voor een brand op het dak van de supermarkt. Ter plaatse aangekomen riep commandant Notschalen van het Sasse korps vrijwel onmiddellijk de assistentie in van de korpsen Filipine en Westdorpen. Ook werd de hulp gevraagd van het korps Terneuzen en een beroep gedaan op regionaal bestrijdingsmateriaal. Inmiddels bracht het winkelpersoneel van Jacques Hermans enkele tientallen klanten in veiligheid die zich bij het uitbreken van de brand in de supermarkt bevonden. Een school, op enkele tientallen meters van de brand verwijderd, werd volledig ontruimd. Tegen 4:00 in de middag is de supermarkt van voor naar achter helemaal uitgebrand. De aandacht richt zich alleen nog op het wijnpakhuis dat grenst aan het Deltacentrum. Na zo'n anderhalf uur blussen lijkt het alsof het vuur een heel eind onder controle is. Maar zoals wel vaker blijkt bij bedrijfsbranden loopt het vuur toch nog door naar een naburig pand. In een opslagplaats achter de supermarkt ontstaat opnieuw een enorm felle brand. De oplaaiende brand is zo fel dat voor een aantal particuliere woningen gevaar dreigt. Een buurtbewoner probeert met de tuinslang de woning nat te houden, omdat de brandweer op dat moment nog geen water op die plaats beschikbaar heeft. Er wordt geprobeerd om met de hoogwerker van Terneuzen de zaak te koelen, maar dat biedt ook niet voldoende oplossing. Yeah.
De bewoners beginnen inmiddels met de ontruiming van de dichtstbijzijnde gebouwen. Druk overleg resulteert in de komst van een extra brandweerauto, waarmee de wateraanvoer voor 3 extra stralen geregeld wordt. Ja, laat hem maar komen, want die hebben een aardappel. Hé, help jij maar even niet. 645 komt er. Bij, want we moeten naar die kant. Ja, pisteren, jongens, is je op een moment over. Ja, dat is goed, is dat. We vangen niet op hier, toch? Ja, dat. Inmiddels is men nog volop bezig met de aanleg van de stralen. Vanuit de hoogwerker probeert men het vuur van de particuliere woningen vandaan te houden. Hier is het gevaar grotendeels al geweken en is de grootste vlammenzee bedwongen. De bewoners hebben ondertussen wel angstige momenten achter de rug. En op zo'n moment telt, zoals de slogan van 0611 vermeldt, iedere seconde. Of iemand anders, maar er moet altijd iemand in de foto. Uit Zelzaten is ondertussen een extra hoogwerker aangekomen. Dit voertuig wordt gebruikt om samen met de hoogwerker van Terneuzen het vuur van bovenaf te blussen en het dak van het deltacentrum nat te houden. In dit deltacentrum is enorm veel materiaal van de Sasse carnavalsverenigingen opgeslagen. Voor deze vereniging zou brand een enorme ramp betekenen, gelet op de vele uren die vrijwilligers daaraan hebben besteed. Een van de brandweermensen van het Sassenkorps heeft kramp in de onderbenen gekregen en wordt verzorgd door de mensen van de EHBO. Aan eten en drinken ontbrak het zeker niet. De vrouwen van de Sassenkorpsleden hadden voor een waar terras gezorgd. En met deze trieste aanblik van een uitgebrand gebouwencomplex van de supermarkt zijn we aan het eind gekomen van de reportage van deze indrukwekkende brand in Sas van Gent.